Geliefde kijkers, ik wil u allen graag hartelijk welkom heten in de Schuko Arena, de thuishaven van Arminia Bielefeld. De wedstrijd begint over luttele minuten. En dit dappere duo, Jeroen Guter naast me en ikzelf, Siert de Vos, we zitten uiteraard weer vol enthousiasme op het begin van de wedstrijd te wachten. Dit is Ierland tegen Denemarken. Ja, Siert, ik kijk hier enorm naar uit. Ik heb ontzettend veel zin in een lekkere pot voetbal. Dit is het team dat zo dadelijk in deze samenstelling aan het duel gaat beginnen. Jeroen, dat lijkt me een 4-5-1 formatie. Ja, dat is een druk bezet middenveld. We kennen de speelstijl van dit team maar al te goed. De tegenstander vroeg onder druk zetten. En daar wachten ze dus niet mee tot de bal dicht bij het eigen doel komt. Nee, het gebeurt juist over het hele veld. De aanvallers gaan al storen bij de opbouw van de tegenstander. Aftrap, eerste helft. De wedstrijd is begonnen. De scheidsrechter hanteert de voordeelregel. Dat is correct. Goed hoor. Christian Eriksen. Lasse Schöne. Yusuf Paulsen. Hij herstelt zich van die tackle en gaat verder. Dit moet een doelpunt worden. Ja, die eerste zit erin. En we hebben amper gespeeld. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie, zeg maar, die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Yannick Westergaard. Lasse Schöne. Christian Eriksen. En gassen langs de zijlijn. Maar toch niet. De tegenstander heeft de bal veroverd. Niemand in de buurt daar. Hij pakt de bal en begint aan uit te rollen. De scheidsrechter geeft een hoekschop. Dat doelpunt nog eens in de herhaling. Hier namen ze de leiding. Goed positie gekozen en dan neemt hij hem feilloos op de vreef. Prima doelpunt. Redding, maar de bal blijft in het spel. Opnieuw een corner.
Bal komt voor het doel. En veilig weggewerkt. Koekoek, hij is hem voorbij. Sterke actie van de doelman. Ik tel hem eigenlijk al. Maar de doelman weet hem op geweldige wijze te keren. Bal aangeraakt, inworp. Hij neemt het schot. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding, zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Hij wordt weggewerkt. Nog steeds met de bal aan de voet. En een eenvoudig blok. Lasse Schöne. Yannick Westergaard. En Christian Eriksen nu. Fischer. Lasse Schöne. En Christian Eriksen nu. Yusuf Paulsen. Listige steekbal. Dat is een enorm risico om hier een sliding te maken. Hij heeft een gelijkmaker op de schoen. Boom, raak, knal, doelpunt. En nu is het weer gelijk. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar dan zit de verdediging ernaast en ontstaat er dus een kans die heel gedecideerd wordt verzilverd. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Nog steeds in aanval. Naar een vrije speler. Schitterende treffer. Ach, kijk eens. Er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Zo doe je dat als je de perfecte voorzet wilt geven. Goede richting, goede snelheid. Maar moet je vervolgens die afronding zien, Siert. Hij laat de bal eerst nog even stuiten. En dan is de volley natuurlijk perfect getimed. Wat een spectaculaire goal. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. Komt tegen een speler aan. Inworp. Lasse Schöne. Christian Eriksen. Oh, Eriksen. Wat mooi. Hoe gaat de scheidsrechter deze situatie beoordelen? Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. De doelman heeft hem gewoon goed opgesteld. Heeft hij een glazen bol bij zich of zo? Hij leek te weten waar die vrije trap terecht ging komen. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Yusuf, een kans om te scoren. En het wordt uiteindelijk geen doelpunt. Maar ja, dus naar de long keeper. En die voorkomt dat. Ja, terwijl dit toch eigenlijk een zeker doelpunt was. En de doelman kan die matige corner zo uit de lucht plukken. Ja, en zo gaat hij er makkelijk in natuurlijk. Nu moet je niet missen. Haha, dat zou een flater zijn. Nou,
club. Topscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? We trappen weer af met een stand van 3-1. Jonas Sisto. Veel ruimte op de flank. Alleen de doelman nog voor zich. Wat is hij van plan? De speler blokkeert het schot. Jonas Sisto. Yusuf Paulsen. De pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Doorgebroken met de bal. Die paas had hij eerder verwacht. Is alweer een... Dit moet het doelpunt worden. Met het hoofd. Schitterend. Dit is een goal van grote klasse. Die willen we natuurlijk nog wel een keer zien. Het begint allemaal met die voorzet die feilloos is. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Zou wel eens wat kunnen worden. Yusuf Paulsen. Christian Eriksen. Kans voor Eriksen. Voorzet terug op het teamgenoot. Raak, zo mooi geplaatst. Zo'n doelpunt kan eigenlijk alleen maar tot stand komen als de paas in orde is. En deze is dik in orde. Perfect gewoon. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Christian Eriksen. Dit kan iets worden. En hij schiet. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelman het doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij in de slotfase een achterstand. Het gevaar wordt eruit gehaald. Christian Eriksen. Yusuf Paulsen. Ja, een schot. Nee, net niet. Hij raakt hem toch wel mooi, hoor. Ja, zeker zie het. Met gevoel geschoten. Maar ja, dan belandt hij uiteindelijk toch niet tussen de palen. O'Shea. Hij probeert hem bij zich te houden. Voorgegeven in het midden. En dat voor de corner. Bal komt voor in het 16 meter gebied. De speler werkt de bal naar voren. Wat gaat hij hiermee doen? Een schot en een eenvoudig blok. Oh, hij gaat er langs.
Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot. Het is rust. De score verbaast me wel, hoor. Ik had van hem wel iets meer verwacht deze wedstrijd. Althans, in offensieve zin. Bij deze achterstand wordt het eigenlijk nog eens extra benadrukt hoe weinig deze speler bij de aanval wordt betrokken. En daar zal hij ook zelf iets aan moeten doen, hoor. Door zich meer aan te bieden, door zich vrij te spelen. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Ah, prachtig. Sterk gespeeld. Goede onderschepping. De scheidsrechter beoordeelt die hensbal als opzettelijk en fluit voor een overtreding. En hij stond er aardig dichtbij. Lijkt mij gewoon een goede beslissing. Lasse Schöne. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Dit biedt mogelijk op het doel. Wat een snoek daar. Zeg, geweldige redding van deze keeper. Hoekschop wordt voorgegeven. Nee, die corner zeilt recht in de handen van de keeper. Fischer. Sterk hoe hij die bal verovert. Zeeën van ruimte voor zich. De bal gaat richting medespelers in het centrum. Een poging die bal weg te werken mislukt. Mogelijkheden voor een counter. Is alweer even aan de bal. Christian Eriksen. Net op tijd ertussen. Snapt, hij moet scoren. Moet nu een keuze maken. Boom. Koekoek, wat een doelpunt. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoot. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. De zoveelste aftrap na een doelpunt. 5-2. Yusuf Paulsen. En weer teruggepaast. Fischer. Dit kan maar eens een kans opleveren. Die bal is hij kwijt. Ruimte voor de counter. Dat zag hij goed. Hij neemt de bal op de schoen. De doelman strekt zich uit en redt. De bal komt voor het doel. En daar is ruimte op de vleugel. Heeft iemand die doelman nog gezien? De bal gaat er zo in. Ja, je hebt de categorie makkelijke doelpunten en je hebt de categorie gratis doelpunten, hè? Want jongens, wat werd deze speler vrijgelaten, zeg. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel.
Daar had hij voor kunnen fluiten. Maar heel goed, hij geeft hier voordeel. Ja, dat is een fijn staaltje spel is het. Maar nog voordat de paas echt gevaarlijk kan worden, grijpt de tegenpartij in. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Zwak verdedigend werk. Oh, een kans om te schieten. Nou, wat een mooie redding zeg. Fantastisch gedaan. Oh, er wordt nu naar de spel gegeven, dus het was niet echt nodig. Maar toch lekker voor zijn keeper, denk ik. Er komen twee wissels aan. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hulbier. Tom Delaney. Christian Eriksen. Oh, een kans. Nou, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Komt de hoekschop in het midden. Dit zou iets kunnen worden. Een eenvoudige redding van die keeper op de kop, of niet? Ja, daar zou je normaal gesproken zijn bed niet eens voor uitkomen. Veel ruimte op de flank. Nee, dit is een parodie op een schot. Ja, hard dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Ja, dan belandt de bal hopeloos ver van het doel af. Het is tijd voor een wissel. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Thomas Delaney. Jonas Sisto. Yusuf Paulsen. En daar heeft hij de bal veroverd. Zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Christian Eriksen krijgt hem terug. Yusuf Paulsen. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor, die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Voor het doel gegeven. Het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Dit is een inworp. Yannick Westergaard. Yusuf Paulsen. Mooi hoor. Kans om te scoren. Ja, goal. Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Dit is een goal van grote klasse. Die willen we natuurlijk nog wel een keer zien. Het begint allemaal met die voorzet. Die feilloos is. Maar dan zit de verdediging ernaast. En ontstaat er dus een kans die heel gedecideerd wordt verzilverd. 9 doelpunten in dit duel. 6-3. Koekoek. Er wordt voordeel gegeven naar de ingreep. En zo houdt de scheidsrechter het tempo in de wedstrijd. Yusuf Paulsen. Tom Delaney. Kan hij hiermee? Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja. Het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Hoekschop in het centrum geplaatst.
Tom Delaney. Die bal is een makkie voor de keeper. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Rustig teruggespeeld, ondanks de toenemende druk. Slechte pas, hij levert hem in. Dat moet beter. Kasper Dolberg. Slim steekpaasje. Knap weggewerkt hoor door de keeper. Kasper Dolberg. En daar is toch nog een doelpuntje voor ze. Een serene troost voor de supporters. Ja, nou ja, oké. Ze doen toch nog hun best om er iets van te maken. Ja. Met de positionering van de doelman is op zich niets mis, maar dan gaat hij hier wel in de korte hoek in. Dat zou natuurlijk niet mogen. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Ongelooflijk deze wedstrijd. We trappen af bij 6-4. Ja, ja, dat hoort u goed. 6 tegen 4. En een ruimte op de vleugel. Een hele belangrijke verdedigende actie. Alsnog een vrije trap toegekend. Na de situatie even aangekeken te hebben. Thomas Delaney. Jonas Sisto. Al vroeg druk gezet. Is dit de aansluitingstreffer? Ja, hij zit. Koekoek, confetti. Wat een belangrijke treffer. Hier in de slotfase. Ze staan nu nog maar 1 doelpunt achter. Ongelooflijk. Het is een mooie goal hoor. Helemaal niets mis mee. Helemaal niets op aan te merken. Het zal ze ook wel wat hoop geven. Maar hij valt wel ontzettend laat. Ik vrees dat het niet genoeg is om ook nog die gelijkmaker af te zien. Voor de neutrale kijker is dit een heerlijke wedstrijd. Voetballen op de score. Alle ruimte op de vlak. En met de bal aan de voet de uitbraak. Met een volley geschoten. Schmeichel pakt die bal. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Voor de verdediging is het echt om gek van te worden. Maar ja, oké, hij is wel van buitengewone klasse. Zeker vandaag. Daar doelpunt nummer 3 van de wedstrijd. En inderdaad, dat mag gevierd worden. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Netjes gedaan. Goed gezien. Kasper Dolberg. Deze kan erin. En dat is de aansluitingstreffer. Net voor tijd wordt het toch nog spannend. Ja, dat mag je wel zeggen. Er zijn nog weer mogelijkheden. De bal in de korte hoek en een goal. En dan kijk je altijd naar de rol van de keeper en als je kijkt hoe hij staat gepositioneerd, dan weet je dat hij hem kan tegenhouden. Dus een keepersfout.
daarmee komt een eind aan deze wedstrijd. En ja, je hoort het al misschien, we moeten eerlijk zijn. Het is een dramatische dag voor de bezoekers. Ja, zie het, ik ben toch een beetje in de war. Eerlijk gezegd zag ik dit niet aankomen. Als je op papier kijkt naar het elftal, dan hebben ze toch meer dan genoeg kwaliteit om zo'n wedstrijd beter aan te pakken. Maar ja, waar was de scherpte vandaag?